Wij gaan naar onze voetbalmeistercompetitie. Want daarin testen we eredivisieclubs op hun voetbaltechnische kwaliteiten. En deze week is het tijd voor de club uit Arnhem, Vitesse. We schrijven Arnhem, wisselend bewolkt, 1 spelleider en 3 bloedfanatieke spelers van de plaatselijke trots Vitesse. Maar in Arnhem spreken ze tegenwoordig geen woord Nederlands, dus het is te hopen dat Lars een talenknobbel kan vinden. Gentlemen, welcome at Voetbalmeister. Very good, Lars. Voetbalmeister is about a rugby ball. That's the thing. Who starts with the penalties? I feel a little bit tension. Ready. Yeah? Oh, ready. Spanning? Daar is in ieder geval niets van te merken bij deze Dennis Olyniek. Kijk hoe hij het spits. De spits afbijt. Het? Hoe dan ook. De kop is eraf. Bam! En door naar de volgende. En dat is Valerie Casas Vlas. Valerie. Allemachtig. Ja, lach maar hoor, Valerie. Wat is het grappig? Ja, dat krijg je er dus van, hè. What went wrong? A lack of training. That went wrong. Louis Baker wordt gehuurd van Chelsea en lijkt duidelijk een stuk serieuzer dan zijn ploeggenoten. Een aanloopje en keeper kansloos. Oeh, en kijk eens even hoe Baker daar de dubbelgroep ter laagstrekkende aangiftechniek hanteert. Schitterend. 3 out of 4. It's good. Hij voert de techniek tot in de perfectie door. Ah! Genieten dit, mensen. Maar kan hij zelf ook afronden? Nee, op de paal! Dat geloof je toch niet? Wat jammer nou. Oké, thanks. Next game. Dribbling through the cones. Shoot, but shoot before the box. Who starts? Juist, geen spel tussen te krijgen, Lars. En dribbelen maar. Het is Olyniek die begint. Dit moet een prooi voor de keeper zijn. Maar nee, hij zit. Hoe is dit nou toch mogelijk, mensen? En dan Valerie. Die heeft duidelijk haast. Maar mist daar een pion. En mist ook een doel. Dit was bij rugby gewoon een punt geweest, hoor. Because you missed the cone, Valerie. That's the game. Ja, de laatste in de rij is Baker. Dat ziet er zelfverzekerd uit. Houdt de bal keurig onder controle. Maar wat is dit nou? Tja, wat vind je er zelf eigenlijk van, meneer Baker? Hey, difficult, hè? Huh? Oh. Now, the last round. Holding high. With a rugby ball, simple. Each time you pass it over to another person, that's 1 point. Listen up, you have 7 points. 7 puntjes in totaal uit de eerste 2 rondes, inderdaad. Laatste onderdeel nu, hoog houden. Zo vaak mogelijk overspelen zonder dat de bal de grond raakt. Ga er maar aan staan. Good luck, boys. Hop. Ja, ja. Heel goed. Dit gaat goed zo. Dit gaat zelfs steeds beter. 9-10. En nu hebben ze de smaak echt te pakken, hoor. Kijk eens aan. 16, 17 en 18. Oh! Wow, 18. Guys. Een terechte high five van Lars en in totaal 25 puntjes voor Vitesse. En daarmee staan ze voorlopig op een keurige tweede plek in deze voetbalmeister-competitie.